Berend. Als er een bal richting doel vertrekt, altijd eerst naar de grensrechter kijken. We denken dat een van de voordelen van een communicatiesysteem met refs is dat wij onmiddellijk tijdens de wedstrijd al een aantal zaken kunnen bijsturen. Anders doe je dat tijdens de rust of na de wedstrijd. En bij jonge refs is het bijzonder belangrijk dat we tijdens het coachingsproces onmiddellijk kunnen tussenkomen. Daar heeft als gevolg ook dat ze vertrouwen krijgen in het feit dat ze dat goed zullen doen. Het systeem zorgt voor een, wat wij noemen full duplex communicatie. En dat houdt in dat op het moment dat het systeem is ingesteld, dat er een verbinding is in alle richtingen, waarbij niet meer op knoppen gedrukt hoeft te worden en iedereen handsfree kan communiceren. Wij leveren aan heel veel sportbonden onder andere, maar ook particuliere scheidsrechters schaffen het systeem zelf aan. We hebben het laatst even op een rijtje gezet. Er zijn ongeveer 40 tot 50 sportbonden in heel Europa die ondertussen werken met ons systeem. En dat gaat van korfbal tot handbal, floorbal, hockey, rugby en ook voetbal natuurlijk. Het was een zeer toffe ervaring, omdat je kunt gecoacht worden en je kunt aangestuurd worden vanaf de lijn. En dat is wel handig, want ja, Refere Academy is om bij te leren eigenlijk, hè. Is om op te groeien en ja, dan is dat eigenlijk wel ideaal, zodat je eigenlijk sneller kunt evolueren. Dat is ook handig als je grotere matchen gaat fluiten, dat je weet wat we doen, dat je iets meer vertrouwen hebt als je daar op het veld staat en aangestuurd kunt worden als je iets fout doet. Mijn ervaring is bijzonder positief. Ik geloof in de meerwaarde van het systeem. Ik denk dat het een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van onze coaching als gevolg zal hebben.